ben Ikram. Ik ga een filmpje maken over geweld in Charlois. Ik ben nu in Rotterdam-Zuid in Charlois. We gaan een filmpje maken over geweld. We gaan de buurtbewoners interviewen over wat ze van deze wijk vinden. Is er iets wat er moet veranderd worden? En dat gaan we allemaal zo zien in ons filmpje. Voorbijgangers interviewen. Hou je bek, joh. Mag ik even wat vragen? Wat doe je hier? Mag ik jullie misschien wat vragen? Ja, natuurlijk hoor. Stel je vraag maar. Is deze buurt heel veilig en valt jullie wel op straat? Lopen jullie wel veilig op straat s'avonds? Ja, tuurlijk. Ja. Ik loop s'avonds over straat veilig. Ja, en ik voel me veilig in deze buurt. Ik kan gewoon buiten op straat lopen en s'avonds naar de winkel gaan zonder enige ruzie of wat dan ook. Dus je voelt je heel veilig in deze buurt? Ja, ja. Zelfs mijn kinderen lopen s'avonds over straat. Oh ja, ik zie het. Maar nu zit het dan over. Dus deze buurt ziet er heel veilig uit, denk je? Ja. Ja. Nou, maar ik vind niet dat het zo onveilig, is, want hij ziet er zo onveilig uit. Oké. Okay. Ja, want zie je, want ik bedoel, ik zag net twee jongens lopen vechten. Dus dan lijkt het me niet zo onveilige buurt. We staan hier in een mooie plek bij Charlois, bij de kerk. Even kijken of ik voetgangers zien langslopen, voorbijgangers om even hoi, mag je dat vragen? Dag, doe maar. Wat vind je van deze buurt? Vind je hem veilig? Of kan je wel zeggen, het is niet zo onveilig? Want hij ziet er zo mooi prachtig uit hier bij deze mooie kerk in Charlois. Ik zou het niet weten. Ja, het is, hoe moet ik dat zeggen, het is best wel onveilig. Voor mij wou ik dat niet, man. Want ik zie soms rare dingen. Ja. En maar ja, daar heb je van die, bijvoorbeeld... Ja, ik zit daar, vorige keer zat ik daar ergens en dan zag ik allemaal rare dingen gebeuren aan de overkant van de straat. Ja. Maar ja, verder, ik woon niet dichtbij en zo en dat is allemaal zo. Ja, dat is echt, hoe moet ik dat zeggen? Dus je vindt het een onveilige buurt? Ja, best wel. Je kan wel zeggen, het kan wel, ja, nog beter dan dat het nu is. Ja, het kan beter. Kan beter, dus je denkt, het is toch niet meer niks deze buurt? Nou ja, ik vind niet echt wat. Want we staan hier mooi. Heel rustig op maandagochtend. Waar blijven al die mensen nou? Nu moet ik gaan interviewen. Even kijken, wie weet komt er wel iemand aan. Ja, daar komt iemand al aan. Mevrouw, mag ik u misschien vragen? Oh, ja hoor. Hoe is vragen over de buurt? Hoe het is in deze buurt? Is het heel veilig? Nou, ik vind het hier veilig. Ik heb hier geen moeite mee in de buurt. Ik woon hier al 5 jaar naar mijn zin. Hé, wat gebeurt er nou? Geef me die tas. Ik heb geld nodig. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go.